Goedemorgen, Glamour. Hoe gaat het met jullie? Hier gaat het goed. Ik ga mijn dag aan jullie laten zien vandaag. En moet je eens kijken hoe verschrikkelijk mijn haar zit. Het is ochtend, dan mag dat nog. We zitten ook in een andere situatie thuis. We zijn meer thuis. Normaal staat mijn haar gewoon op onweer. Maar vandaag ga ik wel proberen er iets van te maken. Ik dacht toen Glamour dit vroeg, nee. Want dit is niet hoe mijn leven er normaal uitziet. Maar toen dacht ik, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik kan net zo goed aan jullie laten zien hoe ik hiermee omga en wat voor mij helpt. Laten we beginnen met het allereerste. En dat is een borstel door mijn haar. Nee, dat is niet waar. Het allereerste is mijn ochtendroutine. Mijn ochtendroutine is een soort anker in mijn dag. Is heel belangrijk. Iedere dag start ik daarmee. Misschien wat later, misschien wat vroeger. Maar het zorgt ervoor dat ik mijn dag goed begin. Het eerste wat ik ga doen, als ik wakker word, dan kom ik hier naartoe. Dit is ons balkon / zonnekamer, loggia heet het officieel. Vogeltjes kijken, bomen, wolken. Even rustig wakker worden. Dan schrijf ik in een boekje waar ik dankbaar voor ben. En dat is vandaag dat ik goed geslapen heb. Dat ik gezond gegeten heb gisteren. Dat ik, nou ja, ik kan hier wel een uur mee doorgaan. Dat ga ik niet doen. Maar dat schrijf ik gewoon allemaal op. En dan ga ik mediteren. Dat doe ik hierop. Op dit kussentje. Wat nog meer heel erg belangrijk is voor mij, is water drinken. En dat is voor iedereen belangrijk. Maar op het moment dat ik het besef kreeg dat je 's nachts heel erg uitdroogt in je slaap, dat je eigenlijk zo snel mogelijk dat weer bij moet vullen. Toen heb ik deze jongens gekocht. Kijk hoe groot deze mok is. Het is niet normaal. Het is gewoon een soort vaas. En die moet ik eigenlijk voor mijn meditatie al of daarna gewoon op hebben gedronken. Als ik hier een beetje zo heen zit te kijken. Dus dan vul je eigenlijk gewoon je tankje op. Ik ga proberen hem nu in één keer op te drinken. Ik weet niet of dat lukt. Dan moet gewoon het echte werk gaan beginnen. Ik werk meestal een paar uur in de ochtend, want dan ben ik het scherpst. Dan maak ik een planning. Ik geef dat boekje erbij aan. I got it. Dit boekje, ik verdeel mijn dag in blokken. En die werk ik dan allemaal af. En het is zo genieten. Als jij 15 dingen op een dag hebt en die kan je allemaal afstrepen. Een gouden tip daarvoor is, plan genoeg tijd voor alles in. Ik merkte dat ik op een gegeven moment erachter kwam dat ik veel te korte tijd inplande. Waardoor ik niks haalde. Waardoor het altijd maar bleef opstapelen. En dat werkt heel demotiverend. Dus als je in een dag alle tijd neemt voor 3 dingen, dan is en het werk dat je doet veel beter. En dan kan je het ook allemaal afvinken. En dan begin je fris aan de volgende dag. Dat is veel beter dan dat je dat boekje openslaat en denkt, fuck, ik heb zoveel shit niet kunnen doen gisteren. Ik ga dit nooit allemaal afkrijgen. Zo werkt het niet. Dus zo vind ik mijn focus. Ta-ta-ta. Het kan toch niemand lezen, want ik heb een soort doktershandschrift. Ik ga eerst even hier zitten werken. Daar hebben jullie geen zak aan. Dat ga ik niet filmen. Ik ben druk met de podcast. Ik heb een podcast. Dat heet Met z'n allen de podcast. Wel, podcast, podcast, podcast. Je kan je luisteren op Spotify, Apple Podcast. En op YouTube kan je hem kijken. Ja, wat voor podcast is het? Het gaat over advies geven. Mensen kunnen anoniem vragen insturen. En die beantwoord ik met een bekende gast. En ik wil eigenlijk gewoon op die manier social media gebruiken waar het voor bedoeld is. Helpen, inspireren, elkaar advies geven. En ook lachen en ouwe hoeren. Want dat is wat we in deze tijd nodig hebben. Het heet Met z'n allen de podcast. Check het even. Laat me weten wat je vindt. Vind ik leuk. Ik ga daar nu even verder mee. Komen nieuwe draaidagen aan. Het is gisteren weer live gekomen. Dus een hele hoop reacties. La 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 la. En dan heb ik met iemand afgesproken. Ja. Jongens, ik word gek. Ik word gek. Ik heb net al reacties van de podcast gezien die gisteravond live is gegaan. Hij staat nu op nummer 22 op Spotify in de hitlijst. Ah, en mensen vinden het helemaal leuk. En het is toch iedere keer weer of je een soort van baby op de markt brengt. Dus ga ik heel lekker op. Is een goed begin zo. Denk je, wat heb je op je hoofd? Dat weet ik dus niet. Ik heb dit besteld bij Zara. Omdat ik van een vakantie in Aruba hele lelijke
hoedjes had. En dat pak ik iedere keer op vakantie. Dat hoedje, dat is gewoon een vloek. En het is zo niet sexy. Ik denk ook, daar moet mijn vriend dan tegenaan kijken. Happy Aruba staat er zo op. Dus ik dacht, ik koop gewoon een sexy variant. En ik ga dit dus vandaag opzetten. Maar dit is een gevalletje van of hij gaat de hele zomer opblijven. Of ik zie dit terug en ik denk, gaat het, debielijke? En ik heb deze. Het is mijn favoriete lipgloss. Hij is van Glossier. Ja, natuurlijk is die lipgloss fantastisch. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Ze verkopen het alleen in Amerika, denk ik. Ik heb ze echt berichtjes gestuurd of ze het hier ook willen gaan verkopen. Deze ruikt naar kers. Hij heeft een tintje. Het is het beste. Al die producten van Glossier zijn de allerbeste. En ik dacht, ik koop gewoon minimaal in. Gwen, calm the fuck down. Niet 10. Maar nu is dus de hele lockdown situatie en alles gaat op. En ik denk, oh, ik had er 30 moeten kopen. Ik ben wel een hoarder als het op beauty shit aankomt. Oké, ik moet focussen. Ik moet nu. Nu op de scooter. En dan moet hier nog een helm overheen. Oh, ik weet het niet, jongens. Dit is zo raar dat wij elkaar niet kunnen knuffelen. We hebben elkaar al zo lang niet gezien. Oh mijn god. Maar ik vind alleen jou zien ook al wel echt heel leuk trouwens. Zo leuk, we zijn in het Vondelpark. Vet gezellig. En een ander voordeel is dat er 86.000 honden zijn. Ja, dat is sowieso gezellig. Oké, weg. Ik heb toen ik klein was een Engelse bulldog gehad. Sindsdien Engelse bulldog obsessie. Moet je kijken, moet je kijken. Oh, die man denkt nu dat ik zie je daar. Daar. Oh, daar is die. Kijk, wat een parel. Hallo! In coronatijd mag ik geen honden lokken. Hallo, hondje! Hij is scheid! Hij heeft wat beters te doen. Hondje, hondje! Hé, hey, hondje! Ja! Oh, yes! Hallo! Hallo! Oh, nee, zo van die shit. Oh, kut! Ik ben toch kapot! Dat is ook zo'n dikke pot in de chips. Nee, prima. Wil je er nog één? Nee. Dag hondje! Dag! Oh. Ik ben weer thuis op mijn balkon. Zometeen om 5 uur ga ik live met FHM. Hele hoop bedrijven doen dat. Mensen lekker live gaan via Instagram. Wat ik daar heel chill aan vind, is dat je gewoon in iets relaxed hier op je balkon in het zonnetje kan liggen. Terwijl voor mij gevoel ik toch een beetje aan het werken ben. Dat is heel leuk. Ander leuk hoogtepuntje. Ik vind net deze in mijn brievenbus. Een boek dat ik een tijd geleden heb besteld toen het nog niet uit was. Het is van Jim Quick, Limitless. Ik heb een hele hoop podcasts van deze man geluisterd. Dus ik kan niet wachten om dit boek te gaan verslinden in die stoel daarachter. Mijn vriend heeft zo lekker gekookt dat het zo snel op was dat ik het niet heb gefilmd. Morgen gaan wij varen en dan heeft hij lekker kies gemaakt. Zoals ik vanmorgen mijn dag begon, zo ga ik hem ook eindigen. Ik ga even een beetje mediteren. En het is misschien wel leuk om uit te leggen waarom ik dat doe. Aangezien ik dit in de ochtend doe en in de avond. Ik doe het om mijn hoofd leeg te maken. En ik heb hier ook meerdere video's over gemaakt. Op IGTV onder andere eentje. En het fijnste aan mediteren vind ik dat je een beetje afstand kan nemen van je gedachtes. Waardoor je wat meer rustig wordt. Leg ik dat goed uit? Ik denk dat ik het zo goed uitleg. Het is fijn 's ochtends om op te starten. Een beetje afstand nemen. Ik zie het een beetje zo dan. Alsof je gedachten als wolken voorbij komen. En als het bijvoorbeeld een negatieve is. Dan spring je er niet meteen op. Maar dan leer je om afstand te nemen. En het van een afstandje te bekijken. En dat helpt je ook in het dagelijks leven. In ieder geval mij helpt het heel erg. En zo als nu op dit moment gaat mijn hoofd echt alle kanten op. Drukte. Ik kan niet soort van terugschakelen. En daar helpt meditatie me dan heel erg bij. En ik heb in de corona-quarantaine-tijd het balkon helemaal nieuw ingericht. Dus dit is voor mij echt de perfecte plek om dat te doen. Even lekker ademhalen en dan naar bed. En ik ga meteen even afscheid van jullie nemen. Leuk dat je kijkt. Gezellig dat je er was. En heel veel liefs.